Het is een jarenlange klacht dat Surinaamse journalisten niet of weinig in staat zijn om aan onderzoeksjournalistiek te doen. De belangrijkste reden daartoe zou het gebrek zijn aan financiën om langdurig onderzoek te doen en verschillende bronnen te raadplegen. Met de oprichting van de Stichting Simuleringsfonds Journalistiek Suriname, SSJS, is dit een zorg minder. Afgelopen vrijdag, 15 september, werd met de lancering van de website officieel de mogelijkheid geopend voor journalisten om fondsen aan te vragen voor het doen van onderzoek. SSJS-secretaris Roy Kimraj zegt dat het fonds de eerste is in het Caribisch gebied en nu de pilotfase ingaat. Hoe dan ook, Suriname heeft een primeur. Nergens anders in de regio bestaat een onafhankelijke stimuleringsfonds voor de journalistiek. En dat mag wel duidelijk gesteld worden. Maar het is en het blijft nog steeds werk in uitvoering. En daarom spreken we vanaf vandaag over de pilotfase die van start gaat. We zijn enorm blij dat we deskundige, integere en onafhankelijke bestuursleden in Suriname voor het fonds hebben kunnen vinden. Ze hebben het initiatief omarmd en hebben de maatschappelijke, economische en journalistieke kennis in huis om van het project mede een succes te maken. In het bestuur zitten onbezoldigde vrijwilligers en personen die niet in de actieve journalistiek zitten. De eerste voorzitter is Kirti Algu, onderzoeker en docent aan het Instituut voor Graduate Studies van de Antenekom Universiteit van Suriname. Het instituut van SSJS is strategisch, zegt Algu, omdat het belangrijk is in het ontwikkelen van kennis. De journalistiek draagt bij aan maatschappelijke kennis, aan maatschappelijke perspectieven op wat er om ons heen gebeurt. We are able to manipulate, to influence people's thinking. En ik denk dat dus dat daarin een belangrijke rol is weggelegd voor deze sector. Een andere reden waarom ik dus dit initiatief warm hart toedraag is omdat wij dus steeds meer merken in Suriname dat er een gebrek is aan wat ze noemen safe spaces. De ruimte om kritische geluiden te laten horen, om genuanceerd. En ook al heb je alle data in je hand, het moment dat je dus een bepaald podium krijgt, ik heb het een paar keren meegemaakt, dan probeer men je eigenlijk toch zo ver te krijgen dat je niet alles zegt wat je wil zeggen. Journalisten kunnen ook een beroep doen op één van 9 mentoren die in Nederland zitten en die kunnen helpen bij het uitwerken en uitvoeren van hun onderzoek. Algu hoopt dat de journalisten gretig gebruik zullen maken van de middelen. Voor de komende 3 jaar is €103.000 beschikbaar voor het uitvoeren van de onderzoeken, terwijl één van de taken van het bestuur is om actief te gaan zoeken naar aanvullende fondsen.